renners die terugkomen of renners die ziek zijn, die aan de auto zijn. We gaan eigenlijk nooit een dag, zeg maar, voorbij zoals je dacht dat die zou moeten lopen. Dus nee, het is, op een moment is het elektrisch in de auto. Ik heb veel meegemaakt op de fiets en naast de fiets. En ja, de Tour was voor mij een bevestiging van wat er eigenlijk nog in zit. Ik ben pas 29, maar veel moeilijke momenten gehad. Ook momenten waarop je dacht aan andere dingen. En een leven naast het fietsen, zeg maar, of buiten het fietsen. Gelukkig die keuze nooit gemaakt en keihard van.